Wat hebben we gehoopt dat met kerst de beperkingen van corona minder zouden zijn. Maar zoals de berichten nu zijn en de situatie, is het eerder scherper dan minder, helaas. Maar dat alles om een derde coronagolf te voorkomen. 2020, of we het nou leuk vinden of niet, is het coronajaar. En kerstfeest is dit jaar coronakerst. Nu geeft het corona ook veel te denken. Veel te denken over dingen die we vaak heel gewoon vinden, waar we niet zo bij stilstaan. Maar waar we ons in deze tijd des te meer bewust van zijn. Bijvoorbeeld de natuur. Wat hebben we er toch eigenlijk weinig grip op? En wat zijn we ervan afhankelijk? Wat moeten we er zuinig mee omgaan? Of een ander voorbeeld, als je denkt over het leven met elkaar in gezamenlijkheid. We zijn het zo gewoon dat je bij elkaar kunt komen, maar niet in dit jaar. En niet in deze tijd. En je hunkert er zo naar om elkaar te ontmoeten, om samen met elkaar in de kerk te zitten, naar het theater te gaan, samen het kerstdiner te hebben, te genieten van elkaar. En nu moeten we afstand houden. Kunnen we maar heel beperkt bij elkaar komen. We zijn sociale wezens, we horen eigenlijk bij elkaar. Je merkt dat ook als derde voorbeeld, als het gaat over onze relatie tot elkaar. Wat is het lastig dat we nu elkaar moeten zien als iemand die mij kan besmetten en ik die de ander kan besmetten. En daardoor houden we afstand, terwijl we zo op elkaar zijn aangewezen. Zo de liefde en de nabijheid van anderen daar zo naar hunkeren. Die arm om ons heen. Een huk te geven aan elkaar, een hand te geven als je elkaar ontmoet. En nu moeten we afstand houden. Dat doet pijn en dat schept ook letterlijk afstand. Corona geeft veel te denken, ook als het gaat om het kerstfeest. Toen ik daar zo wat over nadacht, toen vielen mij de overeenkomsten tussen de eerste kerst en deze kerst 2020 zomaar op. Eerste kerst was ook in een kil politiek klimaat. Een keizer die daar zat, die mensen nauwelijks telde. Ze golden tot meerdere eer en glorie van hemzelf. Het grote belang van de keizer was ik, keizer van Rome, first. Als het gaat over Jozef en Maria, het zijn twee evacuees die op reis moeten. Die ondanks alles wat er speelt, gewoon op reis moeten. En onder hen wordt Christus geboren, uit hen. Een kind van evacuees, daar is over na te denken. Geen plaats, nog zo'n detail uit het verhaal. Die woorden klinken nu wel ook heel bijzonder. Geen plaats in de kerk wellicht, omdat je te laat bent met te registreren voor de kerstdienst. En als je dan nog wel wil, dan hoor je geen plaats. Of het kerstdiner, maar drie mensen. Geen plaats voor anderen. Of een grote bijeenkomst, muziek, zang, geen plaats. Hoeveel te meer geldt dat voor al die vluchtelingen? In vluchtelingenkampen. Geen plaats voor hen. Waar ook, in welk land ook. In Europa of daarbuiten. En ze moeten maar zien rond te komen, te leven. Kinderen, mannen, vrouwen. Zwangere vrouwen, ook daar worden kinderen geboren. Geen plaats. Corona geeft veel te denken. Het bepaalt ons bij de rauwe werkelijkheid van vandaag. En tegelijk bij de diepte van het kerstfeest. Want God komt tot ons in een rauwe werkelijkheid. Mensen, ouders die evacuees zijn en die ervaren geen plaats. De nood van de mensen is de poort waardoor God tot ons komt. De nood van ons mensen als de poort waardoor God tot ons komt. Hij komt bij vermoeiden en belasten. Dat is geen toeval dat dat gebeurt, dat is het programma van God. Hij blijft niet hoog verheven in een paleis. Hij is geen koning die relaxed op de golfbaan zich vermaakt. Nee, hij komt naar ons toe in de nood van onze werkelijkheid, van onze levens. De mensen die op de vlucht zijn. Mensen die nergens thuis
kunnen komen. In de krochten van onze ziel, daar laat hij zich vinden. Daar klinkt het, in die nood, Immanuel, God met ons. Zo komt God onder ons en dat vieren we dit jaar in het bijzonder met kerstfeest. Ik hoop dat u gelegenheid vindt om, ook al is het dan niet in de kerk, misschien buiten of thuis gewoon, ook kerstliederen te zingen. Waaronder lied 474. Een lied dat het geheim van kerstfeest prachtig verwoordt. Ik lees het u voor. Looft God, gij christenen, maakt hem groot in zijn verheven troon. Die nu zijn rijk voor ons ontsloot en zendt zijn eigen zoon. En zendt zijn eigen zoon. Verzakende zijn macht en recht, verkiest hij zich een stal. Neemt de gedaante aan van een knecht, de schepper van het al. Hij ruilt met ons op vreemde wijs. Hij neemt ons vlees en bloed en geeft ons in zijn vaders huis zijn eigen overvloed. Zijn eigen overvloed. Ik wens u gezegende kerstdagen.